Rob Gooses is inmiddels een bekend gezicht van RTL Boulevard en heeft zich stevig gevestigd in de wereld van BNers. Ondanks dat niet iedereen zijn naam kent, zorgt zijn herkenbare uiterlijk voor veel bekendheid bij het publiek. Hoe ervaart hij dit? Het is inmiddels vijf jaar geleden sinds Rob Gooses zijn debuut maakte als de nieuwe entertainmentdeskundige bij RTL Boulevard. In die tijd heeft hij zich gepositioneerd als scherper dan Aram Beet, maar minder hard dan Erik de Munk. Hoewel Erik de Munk vaak de aandacht trekt met zijn commentaar op sterren zoals Jennifer Lopez, heeft Rob de scherpte en charme die hem uniek maakt, met een vleugje van de invloedrijke stijl van Albert Verlinde. Rob Gozes is het meest zichtbaar van de drie en wordt het vaakst ingezet achter de boulevard desk, wat zijn status als BNR verder heeft versterkt. In een interview met Party vertelt hij dat hij zich vaak niet realiseert hoeveel hij herkend wordt. Ik merk het vooral als ik met iemand anders ben en mensen naar me wijzen of foto's maken. Ik ben me daar niet altijd bewust van, al dus Rob. Ondanks de publieke aandacht heeft Rob geen moeite met zijn bekendheid. Hij vindt dat de negatieve kanten van beroemdheid meevallen. Voor de mensen die denken dat het vreselijk is om op straat herkend te worden, dat valt reuze mee. Soms moet ik me herinneren om me te scheren voor een filmpremière, zoals die van Fly Me To The Moon, omdat er foto's worden gemaakt, zegt hij. Volgens Rob zijn er nauwelijks nadelen verbonden aan zijn bekendheid. Het ergste wat kan gebeuren is dat ik een paar minuten te laat ben omdat iemand me aanspreekt. Nederlanders zijn over het algemeen heel relaxed. Wat betreft de impact van zijn uitspraken in de media, staat Rob stevig in zijn schoenen. Het hoort erbij. Als je niet wilt dat mensen je uitspraken groot maken, moet je niet in de media werken. Soms krijgen mensen het mis en bellen ze boos op, maar ik sta achter mijn woorden. Het komt zelden voor dat ik denk dat ik iets niet had moeten zeggen. Rob Gozes heeft zich stevig verankerd in de mediawereld, met een herkenbaarheid en reputatie die hem onderscheiden van zijn collega's. Zijn openheid en relativerende kijk op beroemdheid maken hem tot een genuanceerde en beminnelijke persoonlijkheid in de Nederlandse showbusiness.